Hallo allemaal, vandaag gaan wij de kast vullen, de planten gaan erin. Eerst zal ik alle potten water gaan geven, want de grond is natuurlijk hartstikke droog nu. Die zit er bijna 2 weken zit die erin, hier in die warme kast. Dus ik zal dadelijk eerst alle potten fatsoenlijk water geven en dan gaan de planten erin. En dan kunnen we daarna de pot vullen met de voeding. En dan mogen ze groeien. We zullen eens kijken hoe het gaat. Het is time to get the plants out. Tijd voor de planten naar buiten te gaan. Oké, water geven. Alles is nat. Ja, het water loopt fijn onderuit, dus we kunnen nog even lekker goed volzuigen. Zo. De planten staan hier. Ik ga ze nu even een beetje uitsorteren om te kijken wat waar komt te staan. En dan gaan we ze erin zetten. Dan ga ik het vocht verder in orde maken en dan mogen ze groeien. Dus we gaan even kijken wat we erin wagen zetten. Oeps, te veel. Nou, we gaan eens kijken wat we erin krijgen. Oh. Even kijken, dit is de Total Eclipse, die gaat dus eventjes voor ons boeren. Die ziet er beter uit, jongens. Zo, we gaan nog wat belangrijks doen. Heel belangrijk. De tekst. Anders weet ik niet meer waar ik een plant voor is, dus wat handig om maar op te schrijven. Okay.
dat is wel die garig. Is lekker warm. We gaan nu de bloemas. Ik ga het hier aanleggen. Zoals jullie kunnen zien, ze liggen al bijna 3 uur in het water. Of bijna 4 uur nu. Dus ik ga ze nou in elkaar zetten. Onder water. Zodat ze dadelijk allemaal klaar zijn. De slangetje er tussendoor. En dit is even het werk. En dan gewoon dicht draaien. Dat het gewoon dicht is. En dat lukt het. En dat 20 keer. Dan waren er 20 bloemen, 40 bloemen. En die moeten dus nou. Nee, de planten. Oh, jongens. Oh. Zo. Afsluiten. En dan kunnen we ze dadelijk gaan afstellen als het voor aan is. Dus zetten we ons even erbij. Dan kunnen we het met de zien hoe we moeten aansluiten. Oh ja. Hey, zo zien we het. Blooper. Blooper. Verdomme, sukkel. Thank you.
Nou, zoals jullie kunnen zien, is alles aangesloten. Dus wat ik zeg, ik ga nu een nieuwe voeding maken. Dat geef ik de planten nou nog een keer zo. Dan gaan we de bloemmats afstellen. En als de rollen ze afgesteld zijn, dan moeten ze even in de gaten houden natuurlijk. Kijken wat ze doen, hoe ze lopen. En dan kunnen we goede oogst hopen te verwachten. Ik hoop dat de planten zeker voor kan worden, sommige. Maar dat zien we dus dadelijk wel weer. Tot zo. Zo. Jongens, zoals jullie zien, ik heb de voeding klaar staan. Eerst gaan we even de voeding in het vat doen. Ik heb het ongeveer zoveel gevuld. Dus ik ga nu de voeding erin doen. De voeding. Tot 200 liter. Het vat is eigenlijk 230, maar ik vul hem maar tot 200. En dit is dan de voeding. Het schema. Dus dat is 1 liter vega. 0,4 liter risotonic. En een halve liter carnazim. Dat is het vaatje. Dus ik ga dat nou daarin gooien. Dan ga ik het goed mengen. En dan vul ik dit vat af tot 200 liter. Vul ik vanaf tot 200 liter en dan proberen we zelf even de zier openen of de vega moet ik goed wel niet verkopen. Nou, er is 1 liter flacon, dus dat kan gewoon 1 keer. Okay. Laat het water zo meteen meelopen, dan mengt het zich wel meteen. Even als dat lukt. Nou jongens, de vega. Nu gaan we de vis oppakken en dan moet dan 400 ml. Goed verder. Even van de muur hier. Water erin doen.
Ja, de planten staan erin. Project Conna. Nou gaan we eens kijken, wat hebben we neergezet? Even wat dichterbij pakken. Nieuw. De Purple Flash. Eenmaal elfenleer. En nog een. En nog daar, een Nova Pepper. En nog een Nova Pepper. Dan hebben we hier Peruvian Purple van Professor Potts. Dat, ja, of het is een Adji Amarillo of die Jovita, dat zien we wel als een vruchtje gaan komen. Dan hebben we hier een Red Giant. Daar de Thunder Mountain Longhorn. En dit is Golden Cayenne. Dan krijgen we hier nog een Red Giant. Dat is de Total Eclipse Space Pepper. Onbekend, maar die was heel lekker vorig jaar. Dat is de Jalapeno Big Cone. Dan hebben we hier de Phoenix Blue Care Reaper. Dit is ook een. Die heeft helaas wat zonnebrand gehad van de week. Maar die komt wel op. En dit is er nog een. Phoenix Blue Care Reaper. En dan hebben we hier driemaal de Peruviano Arancio. Ja. Dus alle bloemen zijn aangesloten. Zoals je ziet, dit erin. Het vat. Je hoort het, het pomp loopt. Het vat is gevuld. Nou, dan kunnen we gaan genieten, hè.